Hey, hallo, welkom. Wie van de drie? Oeh, moeilijk kiezen. De keuze is aan jou. En het zijn rappe gasten. Je kan gaan voor B&B, oftewel Bart Bremmers uit Tilburg, Dos Hermanos uit Haarlem of Dailena, oftewel Delusion uit Rotterdam. Maar geen stress, want dat willen we niet door. Ik zal buigen als een koor. Wat heb je voor toffe scar op je gezicht? Dankjewel, ja. Ik heb vroeger wou ik een stunt uithalen met mijn fiets. Het was een soort open riooltje. En ik dacht, oh, dat gaat wel. Maar dat ging niet. Bam! Tegen de andere kant van het riool aan. En toen lag mijn gezicht open. Maar als andere mensen het vragen, heb ik natuurlijk met vijf van zo'n gasten gevochten. Niet zeggen. Breng het zo iets is een vraag aan me voor die refreintjes of ik ze wil helpen. Ik was gisteren jarig. Hoe oud ben jij geworden? 19. Ja, het is een beetje een soort van not done om aan een vrouw te vragen hoe oud ze is, toch? Echt wel, voor televisie mag alles. Ik ben 30 geworden, yay! Als je echt fan bent van mijn tekst, mag je wachten in de rij voor een meet and greet. Let's go! Yeah. Wat staat er op jullie pet? Dos hermanos, dat betekent twee broers in het Spaans. Zonder de zus, ik ben een ananas onder de zee. Ze vinden mij raar, wordt vaak niet begrepen. Een goed gevoel dat dicht bij mij blijft, geef me vrij. Ik loop naar binnen en zie tranen in haar ogen. Niet te troosten, dit gaat mijn pet te boven. Maar zij zegt ik kan dit niet meer met je aan. Ga, gordijnen voor de ruiten. Wij maken die songs, jullie geven respons. Samen doen we de show, de boodschap gaat de wereld weer rond. Ja, en nu is dus de vraag aan jou. Ga jij voor Bartje, B&B uit Tilburg? Ga jij voor de badmeester en de helpdeskmedewerker uit Haarlem, oftewel Dos Hermanos? Of ga je voor Delina, oftewel de stoere Delusion uit Rotterdam? Laat het achter. En ik ben benieuwd. Wie van de drie?